Ja, goedemiddag. Vandaag in de ministerraad natuurlijk uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in de eurozone. Volgende week woensdag heb ik in Berlijn een ontmoeting met bondskanselier Merkel. Daar zullen we ook praten over de Europese Raad van eind juni. Dat was vorige week in Madrid en Lissabon. Uiteraard over hetzelfde onderwerp, het bestrijden van de problemen die we in de eurozone hebben. Als ik kijk naar Duitsland, dan zien we dat we allebei van groot belang vinden dat groei en gezonde overheidsfinanciën samengaan. Dat we stap voor stap werken aan de versterking van de Europese Unie, wat van groot belang is voor ons allemaal, voor onze spaargelden, voor onze pensioenen, voor onze banen. Het mogen duidelijk zijn dat allerlei vergezichten over de toekomst, hoe je die Europese samenwerking, één of twee presidenten, of die overigens gekozen moeten worden, dat daar de oplossing van deze crisis niet zit. Afspraken die we met elkaar gemaakt hebben als lidstaten in de Europese Unie en zeker ook in de eurozone, waar het betreft de begrotingstekorten, economische groei, het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen, daar gaat het om. En de enige manier om zo'n gemeenschappelijke munt overeind te houden is als landen zich ook aan die afspraken houden. En dat is ook waar Duitsland en Nederland gezamenlijk in optrekken. Nou, wat geldt voor de eurozone geldt natuurlijk ook voor Nederland zelf. Begrotingsdiscipline, structurele hervormingen, het bevorderen van groei, dat zijn de uitgangspunten van het beleid van dit kabinet. Deze week is door 3 vooraanstaande instituten bevestigd dat we daarmee op de goede weg zijn. De OESO in de tweejaarlijkse survey, de Nederlandse Bank in het halfjaarlijkse rapport en het Centraal Planbureau in de zogenaamde juniraming. Het Centraal Planbureau heeft ook het begrotingsakkoord doorgerekend en vastgesteld dat de schuld in 2013 uitkomt op, het tekort, excuus, uitkomt in 2013 op 2,9% en de schuld op 72,9%. Het betekent dus, dat is echt wel een prestatie denk ik, dat we erin slagen om snel die omslag te bereiken en het tekort terug te brengen. Aan de andere kant moet je ook vaststellen dat we er hiermee nog lang niet zijn. Er moet nog heel veel gebeuren. Zowel het Centraal Planbureau als de OESO stellen vast dat er sprake is van een traag herstel. De economische groei komt de komende 5 jaar gemiddeld niet boven de 1,5%. En met een dergelijke lage economische groei is het steeds lastiger om uit de schulden te groeien. En dat betekent dat ook de komende tijd noodzaak zal zijn om door te pakken met bezuinigingen, met hervormingen en het aanwakkeren van die groei. Dus die agenda zal ook de komende tijd ongewijzigd zijn. Dat is huiswerk vooral voor het volgende kabinet. Het is nu zaak dat dit kabinet alle maatregelen neemt om de resultaten die moeten optellen tot die 2,9% te realiseren. Dus het uitvoeren van de maatregelen. Dat betekent dat staatssecretaris Wekers volgende week in de Kamer staat om dan uitvoerig te debatteren over het hele fiscale pakket. Ook andere wetsvoorstellen staan op de rol, onder meer over de AOW, over het eigen risico in de zorg. Inmiddels zijn er berichten dat de spreektijden in de Tweede Kamer, ja, het gaat natuurlijk om belangrijke onderwerpen, maar dat die oplopen tot toch wel hele forse aantallen, die spreektijden, forse getallen, 7, 14 of zelfs 19 uur bij sommige debatten. Nou, dat is natuurlijk aan de Tweede Kamer om te beslissen en over spreektijden besluiten te nemen, maar ik hoop van harte dat we in ieder geval in slagen om de noodzakelijke wetsvoorstellen tijdig te kunnen invoeren. En daar zullen wij in ieder geval van onze kant alles aan doen. Paul Janssen, Telegraaf. Even aanhaken op het laatste punt. Het lid van het kabinet is altijd de gast in de Tweede Kamer. Is dit zo langzamerhand niet een belediging van de gast als je zulke idioot lange spreektijden aanvraagt bij behandeling van wetsvoorstellen? Nee, zo voel ik het niet. Dit is echt een zaak van de Kamer, dus ik ben geneigd daar heel weinig over te willen zeggen. Het parlement gaat zelf over de interne procedures. Het kabinet kan alleen wetsvoorstellen aangenomen krijgen als de Kamer daarmee akkoord gaat. We zijn medewetgevers met elkaar, het kabinet en het parlement. En het parlement gaat over de eigen procedures. Ik geloof ook niet dat dit zich richt tegen concrete bewindslieden of tegen het kabinet. Ik heb de indruk dat sommige fracties proberen het maximale mogelijkheden van het reglement van orde op te zoeken. En dan is het aan de Kamer onderling om daar op de wirtschaften. Ja, uiteraard, maar ik kan me voorstellen dat er ook op een gegeven moment daar grenzen aan zijn. Dat er misschien een vriendelijk verzoek of een boodschap naar de Kamervoorzitter of naar het presidium gaat van u laat zich toch niet voor alles gebruiken als kabinet. Ik vind het echt een zaak van de fracties om daarmee om te gaan. En het kabinet is de gast, dus mevrouw Schippers zal zich voorbereiden op een lange zit. Maar nogmaals, zoals u zegt, het kabinet is de gast. Maar dat is toch een belediging van een gast als je iemand zo lang voor joker laat zitten. Alleen maar om partijpolitieke redenen in verkiezingstijd iets te winnen.
Ik geloof niet dat ik iets bijdraag aan een versnelling van de procesgang in de Tweede Kamer door allerlei uitspraken te doen over spreektijden. Moet echt de Kamer. Nee, dat geloof ik ook niet, maar toch probeer ik u daartoe te verleiden. Dat begrijp ik. En, maar ik ben het eens dat ik daar niet op inga, dus dat is ook goed. Ik ben er helemaal niet mee eens, maar ik heb geen keuze, vrees ik. Dominique van der Heijden, NOS. Even een ander onderwerp, meneer Rutte. U gaat naar bondskanselier Merkel. Wat gaat u met haar bespreken? Ja, wij zullen. Er spelen veel dingen. Hè. Zondag zijn de Griekse verkiezingen. Er is een G20-top maandag, dinsdag. Ik zie haar dan woensdag. Dan is er vrijdag weer een overleg van Monti van Italië met de collega's van Spanje, Duitsland en Frankrijk. Dan is er de 28e en 29e, dus de week daarop, is de Europese Raad. Dus er gebeurt veel. En ja, wij zijn natuurlijk landen die gemeenschappelijke opvattingen hebben over hoe je dit probleem moet oplossen. Hè, dat de oplossing ligt op terreinen van hervormen, de noodzakelijke bezuinigingen doorvoeren, de groei aanwakkeren in de landen waar het om gaat. Dat zijn landen die ooit ook bij de euro zijn gekomen, waarvan je nu moet vaststellen dat ze onderliggend in hun economische structuur zeer fundamentele problemen hebben, die versneld moeten worden opgelost, om ervoor te zorgen dat die hele eurozone krachtig door kan varen. Maar zij heeft zich uitgesproken voor een politieke unie. Wat is uw boodschap aan haar? Ja, goed, als je de uitspraken ziet over de politieke unie en je analyseert ze, en ik heb daar natuurlijk ook in het verleden met haar over gesproken. Wat de Duitsers daar bedoelen is niet heel anders dan de Nederlanders, namelijk dat landen zich moeten houden aan de afspraken. Wij hebben vorig jaar natuurlijk als Nederland het Stabiliteits- en Groeipact op dat punt voorstellen gedaan, hè, dus de commissaris met bevoegdheden. Ja, dat is iets waar van Nederland zegt, je kunt alleen zo'n eurozone in stand houden als landen in Zuid-Europa, alle landen, maar het gaat nu even om Zuid-Europa, zich aan de afspraken houden. En zij doet geen voorstellen verder om de Duitse regering op te heffen of zo, hè, of om een grote Europese regering in te stellen. Dus die term politieke unie moet je vooral zo duiden, in Duitsland ook, daarom doet hij ook in de Duitse media verder niet zoveel. Dat is niet waarbij in Nederland, wat we in Nederland niet zouden willen, het massief overdragen van soevereiniteit aan Europa, want daar zijn we tegen. Dat betreft wel het Zuid-Europa laten houden aan de afspraken. Dus u vindt Angela Merkel niet eurofiel? U houdt geen stickers plakken op collega's, maar Angela Merkel is een belangrijke bondgenoot van Nederland. Wij trekken veel samen op, natuurlijk ook met de Finnen, met de Esten en ook wel met anderen, de Oostenrijkers op sommige dossiers, om ervoor te zorgen dat Zuid-Europa doorgaat met het doorvoeren van alle hervormingen en bezuinigingen, die absoluut cruciaal zijn, omdat je anders niet met elkaar zo'n gemeenschappelijke munt goed overeind kunt houden. Dus er bestaat tussen u en mevrouw Merkel geen verschil van inzicht over zo'n politieke unie? Ja, maar de politieke unie bij ons heeft een hele andere betekenis. Want als je hier zegt politieke unie, dan bedoel je iets wat ik ook niet wil. Namelijk, dan zie je allerlei vergezichten van vergaande, zware Europese bureaucratieën die besluitvorming van Nederland gaan weghalen. Daar zijn wij tegen. Als de Duitsers het hebben over een politieke unie, dan bedoelen ze daarmee dat Zuid-Europa zich moet houden aan de afspraken. Kijk ook naar haar. Goed, ik heb de teksten ook wel, kan ik u nog wel laten zien hoor, hoe ze dat ook vervolgens uitwerkt. En dan komt ze met allemaal teksten, ja, die zo ook uit de Nederlandse regeringsverklaring kunnen komen. Namelijk dat we moeten werken aan groei in Europa. Hè, door de gemeenschappelijke markt te vervolmaken, door de dienstenrichtlijn in te voeren, door op het terrein van ICT en telecom alle maatregelen te nemen. Door ervoor te zorgen dat landen in de toekomst niet kunnen afwijken van de afspraken op het terrein van tekortreductie en hoogte van de staatsschuld als zij in een tekortprocedure zitten. Dus de aanscherpingen van het Stabiliteits- en Groeipact, waarvoor Nederland met succes heeft gepleit voor een zware eurocommissaris met politiek lastig nog terug te draaien besluitvormingsmogelijkheden, die er ook is gekomen. Dus daar hebben zij het over, omdat Duitsland zegt, en dat zegt Nederland ook, je kunt niet doorgaan met Zuid-Europa te helpen, hè, de problemen op te lossen, als zij niet bereid zijn om alle moeilijke maatregelen te nemen en ook in de toekomst, want daar praat je ook over, te voorkomen dat zij, als het weer wat beter gaat, kunnen terugvallen in oude gewoontes. Ook dat moet je voorkomen. Dus als zij het onvermijdelijk, of als zij noemt het dan pijnlijk, maar onvermijdelijk, dat zoiets er ooit gaat komen, daar staat u dan volledig achter? Ja, maar luister, dan moet je de vragen wat ze er precies mee bedoelt. En ik kijk ook naar de teksten die ze erover uitspreekt. En dan heeft ze allerlei teksten ter verklaring, die ook zo uit Nederland uit mijn mond zouden kunnen komen. Dus ik zeg niet dat wij altijd op alles helemaal hetzelfde denken. Nederland is een zelfstandig land, Duitsland is een zelfstandig land. Maar de hele traditie waarin Duitsland en Nederland nu samen optrekken, om ervoor te zorgen dat Zuid-Europa voldoet aan alle eisen, en dat je ook moet voorkomen dat als dat op enig moment gaat lukken, dat die landen weer kunnen terugvallen in oude gewoontes. Dus dat landen dan ook gedwongen moeten worden
om te blijven voldoen aan. En zie daar ook het Nederlandse pleidooi voor die commissaris. Maar laat ik een punt noemen waar we het niet altijd over eens zijn. Kijk, Nederland zoekt altijd die versterkte begrotingsdiscipline door een versterkte positie voor de commissaris, voor de commissie. Daar hebben we vorig jaar voorstellen voor gedaan. Duitsland kiest eerder een andere route traditioneel, namelijk meer dingen intergouvernementeel doen. Dus waar Nederland zegt, je moet van de Brusselse instituties gebruik maken om Zuid-Europa te dwingen aan alle voorwaarden te voldoen, zal Duitsland eerder zoeken naar intergouvernementele oplossingen. Alhoewel ze vorig jaar uiteindelijk, ik heb daar veel met, ook met haar over gesproken, ons gesteund hebben in die commissaris en de rol voor die commissaris. Dus er zijn wel verschillen van opvatting, maar die zitten er dan veel meer op. Doe je het intergouvernementeel, doe je het via de commissie, dan op het vraagstuk van gaan we dit probleem oplossen door soevereiniteit over te dragen? Een iets ander onderwerp wat er waarschijnlijk wel ook mee te maken heeft. Vandaag zijn door de kredietbeoordelaar Moody's een aantal Nederlandse banken afgewaardeerd. Wat vindt u daarvan? Daar doen we nooit mededelingen over, wat we daarvan vinden. Omdat dat niks toevoegt aan het geheel. De banken in Nederland staan onder toezicht van de Nederlandse Bank. Onder wetgeving en wat kredietbeoordelaars allemaal vinden, daar geven we nooit commentaar op. Nou, mensen die dit bericht horen of lezen, moeten die zich nou zorgen maken of moeten die nou denken, nou, er is niks aan de hand? Die moeten zich realiseren dat we in Nederland goed bankentoezicht hebben, dat we op zichzelf sterke banken hebben, maar ook dat het uitgesloten is dat de regering uitspraken doet over credit rating agencies. Daar doen we nooit uitspraken over. Mag ik met u naar de studiegroep begrotingsruimte van vanochtend, het bedrag van 20 miljard te noemen. Wat dacht u toen u dat bedrag hoorde? Nou, dat is natuurlijk een groot bedrag, maar het komt ook niet uit de lucht vallen. Hè. Je kunt het ongeveer wel becijferen grofweg als je ziet dat wij nu op iets onder de 3% komen in 2013 en natuurlijk toe willen naar een situatie waarin je dat tekort wegwerkt, hè, dan praat je wel over dit soort bedragen. En die studiegroep zegt ook, of adviseert dus aan het toekomstige kabinet, om dan van tevoren al in de kabinetsformatie eigenlijk al afspraken te gaan maken over maatregelen die later misschien genomen moeten worden als het extra gaat tegenvallen om 7 weken vruchteloos katshuisoverleg te voorkomen. Vindt u dat advies opgevolgd moet worden? Ja, maar luister, ik ben minister-president van dit kabinet. We hebben dit stuk zonder commentaar naar de Kamer gestuurd. Dit is echt input voor politieke partijen om programma's op te stellen. Is dadelijk input voor de kabinetsformatie. Ik vind daar als leider van mijn partij ook van alles van. Maar dat zal dadelijk blijken als wij als VVD het verkiezingsprogramma presenteren. Hier vandaag geldt dat dit een gedegen stuk werk is, wat nog eens een keer onderstreept. Volgens mij kan iedereen het erover eens zijn. Het belang van gezonde overheidsfinanciën. Het kabinet van CDA en VVD staat ook in die traditie. De financiën op orde brengen, daarmee vertrouwen herstellen. Accepteren, dat schrijven ook al die rapporten, dat het onvermijdelijk is dat ook effecten heeft in negatieve zin. Op korte termijn heb je economische groei, dat kan ook niet anders. En effecten heeft op de werkloosheid die onvermijdelijk zijn. Maar dat moet je doen, want als je het niet doet, dan leidt dat tot structureel vertrouwensverlies in de Nederlandse economie, omdat er dan blijvend veel te hoge tekorten zijn. En ja, we zien in Zuid-Europa waar dat toe leidt. Maar uw kabinet ging nog uit van die systematiek van die signaalwaarde, waarvan die groep ambtenaren nu zegt, ja, dat werkt eigenlijk helemaal niet. Is dat ook uw ervaring? Die signaalwaarde heeft ons tot nu toe goed bediend. Alleen, we zijn er niet in geslaagd om tot besluitvorming te komen in het kader van die signaalwaarde. Maar dat komt niet door de signaalwaarde, dat komt omdat uiteindelijk die katshuisbesprekingen vastliepen. En hoe je dat gaat opschrijven, hè, dus hoe je de zalm systematiek weer verder verfijnt in de volgende periode, is echt aan de onderhandelaars die dan aan tafel zitten. En ik ga er dadelijk in de campagne vanaf eind augustus voor knokken om daar natuurlijk bij te mogen zitten. Ik hoop van harte dat de kiezer mij die gelegenheid biedt, maar ik vind het ver gaan om daar nu op vooruit te lopen. Maar zoekt u dan ook naar mogelijkheden om 7 weken katshuisoverleg te voorkomen in een volgend kabinet? Ja, u stelt me allemaal vragen over het volgende kabinet en die kan ik echt niet beantwoorden. Dan maak ik echt misbruik van deze positie door hier als VVD-leider met sweeping statements te komen. Ik vind daar van alles van. We komen met ons programma in de komende weken en dan zal ik al die vragen graag beantwoorden. Kees van Soest, dan Dupré, dan Bril van Soest, AD. Ja, is voor u het uiteenvallen van de eurozone ook een serieuze optie? Ik doe er alles aan om dat te voorkomen. Ik denk dat de euro voor Nederland van groot belang is. En ik denk ook niet dat het nodig is als we erin als we maar wel stap voor stap de verstandige besluiten blijven nemen. Dan is dat niet nodig. En dan is het dus ook geen optie. Ik vind het ook niet iets waar je over moet speculeren, want daar help je helemaal niks mee. We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen, omdat kijk nou wat er met Zwitserland gebeurt, met de Zwitserse frank, hoe die is geapprecieerd in zeer korte tijd tot onaanvaardbare hoogtes, waardoor de Zwitserse economie klap op klap krijgt en consumenten in Zwitserland 50 kilometer vanaf de grens wonend naar Duitsland, Italië, Frankrijk of Oostenrijk gaan om boodschappen te doen.
Dan moet je er toch niet aan denken dat die belangrijke munt, Rotterdamse haven, de grootste haven van Europa, 370.000 banen zijn daar direct in Nederland van afhankelijk. Maar waar haalt u het vertrouwen vandaan dat de huidige aanpak echt werkt? Afgelopen zondag hoorde ik u bijvoorbeeld zeggen dat u opgelogd was, ja, dat Spanje de 100 miljard noodhulp had aangevraagd. Het heeft het vertrouwen in de financiële markten niet verbeterd. Nee, we zijn stap voor stap bezig het op te lossen. Ik zeg al 2 jaar lang, we gaan steeds 2 stappen vooruit en 1 stap achteruit. Besluitvorming in Europa is altijd een moeizaam proces. Je moet met veel landen het eens zien te worden. Maar we zijn er in die 1,5 jaar, of in die 2 jaar, mijn voorganger Jan-Peter Balkenende is daar eigenlijk vanaf februari 2010 voor het eerst alle hevigheid mee geconfronteerd. En ik heb het stokje overgenomen vanaf oktober 2010. Dus we zijn er ruim 2 jaar mee bezig. En in die 2 jaar zijn er belangrijke dingen gebeurd. We zijn erin geslaagd om de banken te herkapitaliseren. Maar nog niet perfect, kijk maar wat er in Spanje gebeurt. Maar we hebben daar hele grote stappen gezet. 2, we hebben de brandgangen gebouwd, waardoor we in staat zijn om landen die ernstig in de problemen komen te ondersteunen tegen zeer strenge voorwaarden. In Italië en Duitsland zitten nieuwe regeringen. Ierland en Portugal staan er een stuk beter voor, zijn nog niet op orde, maar staan er een stuk beter voor dan 2 jaar geleden. En het effect van dat alles is dat de eurozone robuuster is, maar dat we er nog niet zijn. Integendeel, er moet echt nog heel veel gebeuren. Tot dan misschien, is die 700 miljard in het noodfonds, is dat genoeg? Ja, in ieder geval is dat, in de taxatie van de Nederlandse regering, is dat een serieuze hoeveelheid geld. Waarmee je moet ook altijd rekening houden, kijk, als alles omvalt, heb je daar, is het niet genoeg. Maar ervan uitgaande dat je binnen scenario's redenerend kunt denken, wat zou er nou een mix kunnen zijn van problemen die zich voordoet, dan is dat genoeg geld. Dus dat fonds, en dat wordt ook in de markten zo gezien, heeft een serieuze omvang. En je spreekt volgens de bankier, ze zegt, je moet er 2 biljoen in stoppen. Dan zeg ik ja, omdat jullie natuurlijk op voorhand ieder risico wat je loopt wilt afdekken. En dat mag dan op kosten van de belastingbetaler. Zo werkt dat natuurlijk niet. Maar dit noodfonds heeft een omvang dat je in staat bent als Europa om met serieuze problemen om te gaan. Ja, dat is nog heel even terug naar eigen land, als het mag. Het kabinet begon 2 jaar geleden met 18 miljard aan bezuinigingen. Dat was geloof ik al een record. Daar is 12 miljard aan toegevoegd in het voorjaar. En nu moet daar 20 tot 25 miljard bij, hè, volgens diverse adviezen. Ja. Is dat eigenlijk wel haalbaar en wat betekent dat dan? Dat is haalbaar. Dat betekent dus dat we in Nederland te maken hebben met een structureel lagere groei, terwijl de overheidsuitgaven op een te hoog niveau doorlopen. Dat betekent dus dat we boven onze stand leven, collectief in dit mooie land. En dat we dus voor een deel onvermijdelijk zullen moeten bezuinigen op allerlei voorzieningen en tegelijkertijd dingen slimmer moeten doen. Een van de grote vraagstukken is natuurlijk de hele zorg. Hè. Die stijgt alleen al als het kabinet waar ik leiding aan geef. Als dat de rit had uitgezeten, zou er 14 miljard bij zijn gekomen. Van 61 naar 75 miljard euro voor de zorg alleen al. Dus je moet behalve ombuigen ook met steeds slimmere arrangementen komen om zoveel mogelijk de kwaliteit overeind te houden. Maar tegelijkertijd ook heel eerlijk tegen mensen zeggen dat sommige dingen echt niet meer er zullen zijn. Dat we van mensen ook vragen dat ze meer zelf bijdragen. Dat kan niet anders, omdat met een lagere structurele groei en op een te hoog niveau doorlopende overheidsuitgave, ja, die wicht te groot is. En dat zijn we aan het bezig bij te sturen. En als je dat niet doet, leidt dat tot vertrouwensverlies. Er wordt natuurlijk al heel veel geklaagd over het Lenteakkoord. Mensen vinden dat vervelend, hè, dingen die woren, maar daar komt dus nog heel veel bij. Dat is toch gewoon de eerlijke boodschap dan? Zeker, maar dat zult u van een leider van een CDA-VVD-kabinet ook verwachten dat ik dat bevestig. Natuurlijk, het is onvermijdelijk. En ik herinner mij in 2010 de campagnes, hè, en partijen die toen pleiten, ik zal geen namen noemen, voor 29 miljard ombuigingen en echt voor gek werden versleten. Nou, uiteindelijk kwam er een pakket van 18 miljard uit. Daar is nu 12 miljard erbij, zitten al op 30 miljard. We zitten al 1 miljard boven de partijen waarvan ik de naam niet noem, wat die op dat moment wilden ombuigen. We gaan al 1 miljard verder zelfs. En daar komen nu nog weer eens een keer enorme bedragen bij. Dus het geeft wel aan, en dat is helemaal niet leuk, maar wel een constatering, dat we serieuze problemen hebben op te lossen. Marcel Bril. Hoe belangrijk is het in die context, het gaat over heel veel getallen, in die context dat de 5 partijen een voldoende hebben gekregen van het CPB voor dat akkoord? Nee, wat denkt u zelf? Belangrijk natuurlijk. Betekent dat we dat niet hoeven te heronderhandelen en nog eens nu alweer gedwongen zijn extra maatregelen te nemen. Dat dit nu voor 2013 zelfs iets meer is dan nodig is en dat we wel een enorme klus hebben voor die partijen. En ik nogmaals, ik zal de knokken daar ook bij te mogen zijn, die daar
de volgende periode verantwoordelijkheid voor nemen. Even aansluitend op de vorige vragenserie. Ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel. Heel veel getallen, een groot optelsom. En dan moet er in 2017 nog weer zoveel bezuinigd gaan worden. Het is allemaal zo abstract. Hè? Als u zegt, van, nou, de zorgkosten moeten we in de hand gaan houden. Hoe kunt u dat dan de komende tijd uit gaan leggen dat het haalbaar is? Ja, het zou moeten. Het kan niet anders. En iedereen voelt het ook. En dit is een land wat redelijk collectief onrustig wordt van te hoge overheidsschulden. Dat zit gewoon in onze Nederlandse traditie. Ik heb het vaker hier gezegd. En terecht ook, omdat het tot vertrouwensverlies leidt. Want als die overheidsuitgaven op een te hoog niveau doorlopen, dan is het onvermijdelijk dat je op een gegeven moment draconische maatregelen moet nemen. En bedrijven en mensen die voelen dat, die op een intellectueel niveau, maar ook op een gevoelsniveau, mensen merken dat aan allerlei signalen uit de samenleving. En daarom is het zo belangrijk dat je als kabinet altijd werkt aan dat permanente vertrouwensherstel, dat je die overheidsuitgaven weer onder controle brengt. En dat zal ook voor de volgende periode moeilijke maatregelen vragen. Ik ben natuurlijk zelf betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van mijn partij. Dat vraagt echt moeilijke ingrepen om dit soort bedragen te komen. Het zal helaas moeten. Wordt het daarom ook een andere soort van campagne? Is het weer een campagne waar je over de schaduw heen moet gaan springen? Zullen we dat weer vaak horen? Ja, het zal een campagne worden tussen partijen die zeggen, stel de pijn nog maar even uit. Hè, want het laten oplopen van dit tekorten kan geen kwaad. En partijen die zeggen, je zult nu echt moeten doorpakken. Je zult nu echt de maatregelen moeten nemen. En tegen de partijen die tot de eerste categorie behoren, ja, zou ik zeggen, als het waar is dat het laten oplopen van tekorten leidt tot meer groei, dan zou inderdaad een land als Griekenland nu de hoogste groei van Europa hebben. Ik wil nog heel even terugkomen op het onderwerp de afwaardering van de banken en Moody's. U zegt, ik zeg daar niks over. Toch heeft de heer Wekers daar wel wat over gezegd. Hij heeft gezegd, er is geen enkele reden om zorgen te maken over de banken. Nou, bent u dat met hem eens? Ja, zeker. En ik heb je ook net uitgelegd waarom dat zo is. Omdat wij goed toezicht hebben in Nederland. Maar ik geef nooit commentaar, en ook Wekers niet en niemand, op ratings. Dat doen we nooit, want je moet op een gegeven moment ook kiezen waar je wel geen commentaar op levert. En rating agencies, dat is ook een fenomeen. Net zoals de peilingen in de politiek. En ze hebben hun relevantie, maar daar commentaar op leveren draagt niks bij. Veel belangrijker is dus dat je als kabinet de juiste maatregelen neemt. En dat doen we door ervoor te zorgen dat er goed bankentoezicht is in Nederland. Dat de banken voldoende gecapitaliseerd zijn. Dat we dat toezicht strikt in de hand houden. En daar heeft Nederland natuurlijk ook een goede traditie in. Ja, en die dingen die u nu opsomt, dat is allemaal nog steeds aan de hand bij de Nederlandse banken. We hebben toch een hele sterke Nederlandse bank. Moest kijken, de nieuwe president die daar is aangetreden, Klaas Knot, die ook in het buitenland groot gezag opbouwt in korte tijd. En ook een belangrijke rol speelt in de governing council van de Europese Centrale Bank. We hebben daar gewoon een goede traditie. En als er problemen ontstaan, moet je die weer oplossen. Maar dat is ook een goede Nederlandse aanpak. Kees Bommel. Sorry, Kees Bommel eerst. Dan. Ja, meneer Rutte, toch nog even terug naar de discussie over de toekomst van Europa en de zoektocht, wat mij betreft dan, waar u precies staat. Van de week heeft de Duitse bondspresident in het parlement toch wel degelijk gezegd dat het onvermijdelijk is dat er iets van soevereiniteit, hoe je dat ook verder invult, maar iets van soevereiniteit zult moeten overdragen naar Brussel. Ja. Een ander punt is wat steeds speelt in die discussie internationaal of binnen Europa is, misschien moet er wel een bankunie komen en moet de rol van de Europese Centrale Bank een andere en veel directievere worden dan dat die nu is. Zijn dat allemaal punten waarvan u zegt, met mij niet? Kijk, op dat eerste punt van die soevereiniteit, daar heeft ze natuurlijk gelijk in. Nederland pleit voor het overdragen van het toezicht op de financiële sector en de banken op het Europees niveau. Dat is een oude Nederlandse wens die we vorig jaar september nog eens herhaald hebben. Ik denk dat het echt van belang is dat je in Europa veel meer toegroeit naar een Europees bankentoezicht. Is dat nu een soevereiniteitsoverdracht? Mijn stelling is dat past ook in het opzetten van de euro, dat je dat doet. En er is ook in het Nederlandse parlement heel breed steun voor dat je dat doet. Nederland heeft grote banken ten opzichte van een relatief kleine economie. Het is ook in het Nederlands belang dat je zoveel mogelijk dat soort toezicht op financiële markten, op banken, op Europees niveau doet. Om te simplificeren, kun je dan uw woorden zo uitleggen dat u niet tegen zo'n bankunie bent? Nee, dat is heel wat anders dan een bankenunie. Ik heb het nu over toezicht. Een bankenunie gaat 5 stappen verder. Bij een bankenunie heb ik een gemeenschappelijk depositogarantiestelsel. Hoe kan ik dat nou ooit doen als niet eerst? Kijk nou eens wat er in Spanje gebeurt. Allerlei de zaken die wij uit de EBA-test, waar mevrouw Merkel gisteren kritiek op had. Objectief kun je vaststellen dat die niet perfect was. Die EBA-test.
ondanks die EBA-test hebben de Spaanse banken nu een probleem wat mogelijk oploopt of noodzaakt een maximale garantstelling vanuit Europa van 100 miljard euro, Spaanse banken. En dat zijn vooral ook nog regionale banken, hè, die dan samen zijn gegaan. Hè, 7 regionale banken in Bankia en een aantal andere meer regionale banken, niet eens banken die grote internationale spelers zijn. Dus je kunt toch niet, dat zou ik tegen degene zullen zeggen die het hebben over een gemeenschappelijk depositogarantiestelsel of gemeenschappelijke systemen om problemen in Europa met banken te verevenen. Dat gaat toch niet als je niet de problemen in die banken eerst hebt opgelost, dat je precies weet waar die problemen zitten. Dat je ook in Europa dat toezicht op Europees niveau, al die zaken, daar ben je toch jaren verder. Hetzelfde voor die eurobonds. Hoe kun je nou met een rentestand van Nederland van rond de iets onder de 2% en in Spanje van tegen de 7%. Ik heb het eerder gezegd, dat is, zoals Merkel gisteren letterlijk zei, dat is Ieren. Nou, ik heb gezegd, dat is gekkenwerk. Dat is of waanzin. Dat is volgens mij bijna hetzelfde woord zelfs. Ja. Dus je moet over dat soort zaken zeggen, als in de verre toekomst, als je die rentestanden allemaal gelijk hebt en je hebt systemen in place, zoals die commissaris en dat soort zaken, waarbij je ook de garanties hebt dat landen nooit kunnen terugvallen in fout gedrag. Ja, dan kun je in de verre toekomst erover speculeren. Maar dat is toch nu geen oplossing voor deze crisis. En ik begrijp werkelijk niet waarom sommige regeringsleiders, en ook vandaag weer, zeggen, ja, de oplossing nu is eurobonds. Dan gaan we dus als Nederland fors meer betalen. En hoe ga ik dat nou uitleggen? Terwijl in Frankrijk de pensioenleeftijd omlaag gaat. Dan krijg ik, dat is toch iets wat ik niet eens aan mezelf uitgelegd krijg. Dus ik ga niet eens proberen het u uit te leggen. Nee, maar waarmee u dus Hollande bedoelt, dat is allemaal kletskoek wat hij roept. Nee, ik gebruik, dat zijn weer uw woorden. Ik vind die verzoeken van collega's in Europa om te zeggen, je moet nu eurobonds invoeren of je moet nu een bankenunie invoeren. Die vind ik onverstandig, omdat ze niet de oplossing van. De oplossing van dit probleem is dat je Spanje en andere landen dwingt om de noodzakelijke aanpassingen te doen in hun economieën. En dat gebeurt nu. En ze worden er ook toe gedwongen door de hoge rentestand. Door de problemen waar ze mee zitten, worden ze daartoe gedwongen. Italië ook. Nieuwe regeringen gekomen. Ze zijn bezig die problemen aan te pakken. En dat zou je allemaal weghalen. Die druk haal je ook weg als je die rentes gaat van gemeenschappelijke. En in feite ga je dan met eurobonds, gaan wij betalen voor de Italiaanse staatsschuld. En via een bankenunie gaan wij betalen voor problemen die er nog in Italiaanse of andere banken misschien zitten of niet zitten. Dat zou ik eerst allemaal precies willen weten. Een vraag over het begrotingstekort. We komen volgend jaar uit op 2,9% tekort. Dat is natuurlijk iets minder dan 3%. Die 0,1%, kan die nog worden besteed aan lastenverlichtingen? Kan daar nog over worden onderhandeld? Nou ja, weet je, het is een akkoord van de 5 partijen. Het kabinet voert het uit. Mijn neiging zou zijn, maar dan hou ik het er ook maar verder bij, om te denken, als we nu weten dat we daar weer een probleem van 20 miljard moeten oplossen, waren het dan niet verstandig om niet nu meteen deze wat is het, 0,1, 500, 600 miljoen, meteen weer te vergieten over leuke dingen. Laten we dat dan maar even erin laten zitten, want dan hebben we een iets minder groot probleem misschien dadelijk. Ja, zowel GroenLinks als de ChristenUnie hebben daar al wel een beetje op gezien. Ja goed, daar moeten dan de 5 partijen over spreken. Maar mijn neiging zou zijn te zeggen, jongens, we hebben daar weer zo'n groot nieuw probleem. Dan ga je dat toch weer wat groter maken. Wees blij dat je dan in ieder geval een heel klein meevallertje hebt bij al die ellende. Max van Wezen. Ja, en aansluiting op de heer Bouwman. U spreekt mevrouw Merkel vast vaker dan wij, dus misschien ligt het anders. Maar volgens de Duitse krant is zij tegenwoordig voor een Europese economische regering, voor een Europese minister van Financiën. Allemaal vormen van soevereiniteitsoverdracht. Dat is toch anders dan het Nederlandse standpunt? Waar heeft ze dat dan gezegd? Ze heeft het over een politieke unie. Ik heb de speech gisteren nog gelezen. Ja. Ik kan hem je daar ook laten zien na afloop. Nee, daarom zeg ik, u kent haar beter. Maar ik vind het een beetje ingewikkeld om woorden van Merkel te exegeseren. Kijk, de traditie waarin we samen optrekken en kijk naar de uitspraken die ze vandaag heeft gedaan over eurobonds en bankenunie, et cetera. Dat is één op één wat Nederland vindt. En op langere termijn, ja, inderdaad, Europees bankentoezicht, toezicht op financiële markten, dat is een hele verstandige stap. Daar pleiten we al een hele tijd voor. Maar een Europese economische regering, daar zijn wij tegen. Ja, wat is een Europese economische regering? Kunt u me dat uitleggen? Ik begrijp het gewoon niet. Wat gaat hij doen dan? De internationale pers, de hele week over geschreven dat hij er moet komen. Ja, maar kunt u mij uitleggen wat de internationale pers dan. Ik begrijp werkelijk niet wat ze ermee bedoelen. Ja, het is een soort intergouvernementeel orgaan dat hebben we. Dat is de economie gaat aansturen. De economie gaat aansturen. Ja, en dan betekent dat dus dat ze in Nederland gaan bepalen hoe onze sociale zekerheid eruit ziet en onze gezondheidszorg. Ja. Nou, daar heb ik echt de Duitse collega niet over gehoord, oprecht niet. En de Europese minister van Financiën? Ja, ik zit niet de hele dag aan de lijn met haar, dus ik heb die dingen niet ontdekt in haar speeches in ieder geval. En in de gesprekken die ik met haar heb gevoerd,
is er altijd bij haar totale scherpte dat we op korte termijn heel veel problemen hebben op te lossen. En dat je dat niet oplost met allemaal lange termijn perspectieven. Dominique van Heijden. Hoe spannend is het nou eigenlijk, meneer Rutte? Want we hebben zondag die verkiezingen in Griekenland. Spanje gaat nog steeds helemaal niet de goede kant op. En je merkt aan mevrouw Merkel dat het geduld op begint te raken. Dat ze zegt, Duitsland moet ook niet overvraagd worden. Mm-hmm. Hoe moeten we dat nou allemaal begrijpen? Ja, hoe spannend is het? Ja, we staan er gelukkig beter voor dan 2 jaar geleden. Maar ik zei al tegen collega's, we hebben nog steeds heel grote problemen. En die manifesteren zich natuurlijk ook nu in Spanje bijvoorbeeld met die banken. En die 100 miljard maximale steun die we bereid zijn te geven als Europese landen, dat is natuurlijk een belangrijk middel en een belangrijke gebeurtenis. Maar ook daarvan, dat is niet de panacee, want ook Spanje zal door moeten gaan om hun onderliggende structuurproblemen op te lossen. En met een tekort van 8,9%, dat moeten ze gewoon terug naar, nou, ze gaan via 4,4% terug naar 3% in 2 jaar. Dat pad zal echt moeten worden gehandhaafd. En ik moet zeggen, Mariano Rajoy, mijn collega, ik sprak hem vorige week, ik heb echt stellig de indruk dat hij dat ook absoluut wil. Ook het goede politieke hout daartoe gesneden is. Ook de meerderheid voor heeft. Maar dat zijn grote problemen. Je lost dit niet op. Dit probleem met een toverstokje. Of inderdaad met het invoeren van eurobonds. Of met het invoeren van bankenunies. En dan zijn alle problemen voorbij. Je moet vreselijk oppassen dat we niet als Noord-Europa een soort permanente geldpijp naar het zuiden aanleggen. En het zuiden daarmee de druk wegvalt om te hervormen. Dat is het grote gevaar. Maar wanneer is dan en daar waarschuwt Merkel voor. Wanneer is dan het moment dat Noord-Europa zegt tegen Frankrijk, spijt me, maar met het verlagen van de pensioenleeftijd gaan wij gewoon niet akkoord. En anders dan houdt het op met die steun. Ja goed, laten we het verlagen van de pensioenleeftijd, hoewel het sociaal niet handig is, ook niet dramatiseren. Want het gaat om een hele kleine groep mensen die 41 jaar... Uit uw irritaties. Tuurlijk, ik vind het signaal niet handig. Dat ik denk, als nou in heel Europa omhoog gaan en we hebben al zulke grote problemen, is het dan slim om in één land de pensioenleeftijd weer te verlagen? Ja, daar stel ik wel grote vraagtekens bij. Maar verder is het zo dat we er met z'n allen van overtuigd zijn dat voor Europa een gemeenschappelijke munt, voor de gemeenschappelijke markt, we zijn de grootste markt ter wereld, hebben de grootste, opgeteld de grootste economie van de wereld, zeker als je de hele Unie neemt van 500 miljoen, dat het van levensbelang is dat die munt sterk blijft. En daar werken we dus aan. Alleen, helaas, ik zou dolgraag willen, ik heb het vaker gezegd, het is ook niet mijn hobby om in zo'n zaal zonder raam in Brussel te zitten regelmatig, maar het moet in het belang van Nederland, spaargeld, pensioengeld, et cetera. En dat doen we stap voor stap, gefocust, we weten precies wat we aan het doen zijn, maar het is niet mogelijk om dat met een toverformule op te lossen. Julius Visjager. Ja, meneer Rutte, u heeft de vorige keer gehad, het is niet naar buiten gekomen, over Israël en de Bilderberggroep. Weet u dat nog? Nee. Ja, dat is opvallend. Dat u bent dus wel naar de Bilderberggroep gegaan, maar niet naar Israël, want u zei... Oh! Ja, dat u dus, is dat nou omdat u geen tijd meer heeft omdat u demissionair bent, maar of omdat u demissionair bent? Want dat is interessant. Agenda, agenda, agenda. Het is gewoon nu ook, ja, natuurlijk. Ja. Oké. Goed weekend. Goed weekend. Tot volgende week.